zijn bij een nieuwe video. Vandaag gaan we de AliSports keepershandschoenen testen van AliExpress. Deze handschoenen kosten maar 20 euro. Dus ze zijn vrij goedkoop. Weinig op de markt zie je zo'n goedkope handschoenen. Maar we gaan testen of ze wel echt goed zijn. Wie weet is het wel helemaal niks. Of wie weet heb je voor 20 euro wel gewoon echt een goede handschoen. En wil je deze handschoenen winnen? Zet dan in reacties neer, hashtag DKZ. En in de volgende aflevering mag bij de winnende bekend. Dus deze kun je winnen. Let's go! De pasvorm van de handschoen is vrij goed. En de handschoen maakt goed contact met de bal. De grip op de handschoen is vrij goed, wel merk je na een poosje dat de handschoen veel vocht vrijlaat en dat dus de foam stroef wordt van de handschoen. Deze handschoen heeft de functie tot vingerscheef. Wel raad ik deze functie af, want met vingerscheef ben je natuurlijk minder vrij in je handschoen. Voor 20 euro is dit natuurlijk wel echt een prima handschoen. Wel zie je dat we na een uurtje opnemen al dat de handschoen al slijtage toont aan het foam. Maar voor 20 euro is het wel gewoon een prima handschoen, maar om echt langdurig mee te kunnen doen, raad ik dit af. Nou boys, dit was de test en review video van de keeperhandschoenen van AliExpress. Wil je deze winnen? Like dan deze video, abonneer op dit kanaal en zet in de reactie neer, hashtag DKZ. En laat weten wat je wilt zien in de volgende video. Ciao!